Het is vandaag 28 oktober. Ik sta op de locatie Lol en daar gaan we de koninginnen vervangen van alle lijnen die niet bekend zijn. En alle lijnen waar ik niet verder mee ga. Ik heb er 8 bij me, koninginnen. Ik denk dat ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou ja, 7 of 8 nodig heb. Dus dat komt goed uit. Maar het begint natuurlijk allemaal met het vinden van de eerste koningin. Rokertjes aan. Laten we maar starten. Het is 28 oktober en ja, oktober, november zijn ideale maanden om koninginnen te vervangen. Die worden eigenlijk altijd aangenomen. Ik heb er in totaal al 150 vervangen. En dat is niet alleen bij volken van mij, maar dat is ook bij volken van imkers die meedoen in het programma. Zoals Martijn en Auke en Patrick en... Nou, wie allemaal niet nog meer? Guido. Remy natuurlijk, niet vergeten. Is een bijna leeg raam. Geel raam. Het is een heel leeg raam. Die mag er dan ook uit. Ik kijk even of ze voldoende plek hebben om het voer op te slaan. Dat verwacht ik wel. Het is een heel zwaar raam, een donker raam. Kijk even naar de bijtjes, hoe ze eruit zien. Prima, mooi verzegeld voer. Een kilo of 3. Een zwaar raam. Weinig bijen nog. Ook een kilo of 3. Steeds weinig bijen, maar veel voer. Hier zit al iets meer bijen. Kilo of 2,5. Hier hebben we nog een klein broednestje. Dus daar vinden we ongetwijfeld ook de koningin. En hier zien we wat meer bijen. Ik sta een beetje in de schaduw, dat is altijd wat lastiger koninginnen zoeken. Maar met geduld. Het is een bijzonder zachte dag. Het is vandaag 19 graden, jawel, 19 graden. 28 oktober, bijna november, 19 graden. Geen wind, stralende blauwe lucht. Een prachtige dag om de laatste koninginnetje te vervangen. Zie ik ook nog allemaal bijtjes met stuifmeel hier. Veel oude bijtjes hier. Een broednestje wat aan het uitlopen is. En is dat nog opnieuw belegd? Ik hoop het niet. Nou, ik hoop het niet. De bijen doen wat ze doen, maar het zou... logischer zijn dat ze dat niet doet. Nee, inderdaad. Hier is niks meer belegd. Geen eitjes meer in het broednest. Dus ik kan het even laten zien. Ik hoop dat lukt zo. De schaduw. Hier zie je dus eigenlijk het broednest. Hier zie je dat die cellen aan het uitlopen zijn. Deze heb ik niet behandeld, want die hebben gezwermd in de zomer. Hier zie ik nog wel eitjes. En daar loopt ook onze koningin, hè? Groen gemerkt. Is makkelijk om te vinden. Ik denk dat ik haar nog even bewaar. Nee, ik bewaar haar niet, want ik heb koninginnen genoeg. Dus zij gaat hemelen. Klaar. Maak nog even de laatste raam. Bekijk ik ook. Ja, ze mogen van mij nog een slokje voer. Het is een mooi stuifmeelraam. Of mooi, maar dit is een stuifmeelraam. Het is ongeveer een 40% stuifmeel in dit raam en de andere kant is leeg. Dus tegen het broednest aan een beetje stuifmeel. En de andere kant is leeg. Die krijgen nog een slokje voer van me. Dat nemen ze nog wel op deze dagen. 2, 4, 6, 8. 8 ramen. Dat laat ik zo.
Die schuif ik even aan. Zo. Hangen ze mooi in het midden. Zo. Ik wil hier van die zijkant afblijven. Dus hier blijft lucht. Zodat daar de vochtige damp kan condenseren. De warme lucht die uit het broednest komt, die valt straks naar beneden, want ik sluit dit af met een doek en een folie. Dan zak ik dat naar beneden en dat komt eigenlijk weer omhoog door, omdat het iets warmer is dan beneden. En dat slaat dan hier tegen die koude zijwand, want ook een styroporkast, die zijkant is gewoon koud. Daar slaat dat dan neer. Dit zijn twee geïsoleerde kantramen en straks breng ik dit kantraam, kan ik trouwens nu ook gelijk doen. Omdat ik weet dat hier het broednestje zit. Dus dat doe ik gelijk. Ja, dat doe ik gelijk. Ik ben er toch. Hoppakee. Dus dat betekent dat op koude dagen de bijen zich in deze vier ramen terug gaan trekken. En deze ramen hangen er als reservevoer naast. Daar halen de bijen het voer op. De bijen brengen altijd het voer van de buitenkant naar het broednest toe. En daarom zijn die buitenste ramen ook altijd leeg. En dit werkt zo prima. Oké, ik ga er een koninginnetje halen en dan zijn we hier klaar. Dus een F1 koninginnetje. F1 van de eigen tiltlijn 4073. Aangepaard op een bevruchtingsstation dit jaar. Daar heb ik alweer F1'tjes van gemaakt. En die gaat daarin. Dus puur om die moederlijn zeg maar ook in de F1 te kunnen testen. Krijgen we toch iets meer gegevens dan als we alleen de moeder zelf testen. Dus we testen gelijk de dochters van de moeder. Het clipje is eraf gehaald. Het sluitingje, de bijen kunnen haar leegvreten. Je kunt haar ook direct laten inlopen. Maar ze zit toch al in een kooitje. Als ik koninginnen direct uit een volkje haal, uit een mini plus volkje, dan laat ik ze altijd direct inlopen. Heb ik ermee gereisd, dan doe ik dat niet. Zo. Kan deze dicht, voer ik ze een beetje. Laatste slokje voor de winter. Laatste keer dat ik ze open doe voor de winter. Er zit een mooi spinnetje. Ja. Even de administratie bijwerken. Dus ik schrijf achterop de kast wat erin zit en dan maak ik een foto van. En dan kan ik het ook aan het nummer van de kast in de computer zetten. Ik was vergeten de camera aan te zetten. Hier loopt onze koningin. En gelijk het eerste raam wat ik pak, daar zit ze ook op. Klein koninginnetje. Ik heb de indruk dat ze een beetje moeilijk loopt. Dus ik zit even te kijken waarom dat is. Ja. Ze hangt naar links, zoals je ziet op de camera. En haar linker voorpoot beweegt ze moeilijk. Ze is duidelijk een koninginnetje die beschadigd is op de een of andere manier. Die heeft een kleine afwijking. Je ziet dat ze helemaal naar één kant hangt. Dan wil ik haar ook niet bewaren, dus zij gaat er ook uit. En dan zijn er allerlei mensen die dan zeggen, ja, zo'n koningin moet je humaan laten sterven. Die moet je bijvoorbeeld invriezen. Ja, dan moet je dat dus in een kooitje doen. Dan zit ze een uur in de stress in dat kooitje. Dan breng je die kooitje naar de vriezer en daar sterft ze dan van de kou. Ik pak haar vast, knijp haar in één keer dood. Ik weet dan niet wat humaner is, maar... Natuurlijk doet altijd
ja, het is altijd jammer om een dier te doden. Maar een koningin is een bij, net als alle andere bijen. En ook bijen, ja, helaas bij het imkeren komen ook bijen om. Dat is nou eenmaal, als imker maak je altijd schuldig aan doden van bijen. Maar dat doe je omdat je weet dat wat je doet zin heeft voor het bijenvolk. Dat doet het bijenvolk zelf ook, hè? Die maken alle darren dood op het eind van het jaar. Gooien de darren eruit, krijgen geen eten meer, die laten ze sterven van de honger. Dat is niet prettig, maar dat is ten gunste van het volk. Koninginnen die elkaar afmaken, dat is ten gunste van het volk. Ja, bijenbezetting is mooi, dus ik kan hier met een gerust hart een ander koninginnetje in laten lopen. Ik scan er altijd nog even doorheen of ik toevallig een tweede koningin zie. Helemaal als een koningin die dan al een kleine afwijking heeft aan haar pootje. Ja, die willen ze nog wel eens vervangen in het najaar, dus dan lopen er gewoon twee koninginnetjes. Ik heb er vandaag al eentje gezien in Hummelo. Ik moet daar nog even naartoe terug. Als ik er aan toe kom, maak ik daar een filmpje van. Toen had ik de camera niet bij me. Hey, dit ziet er prima uit. Hè. Dit is windtrek met vertrouwen in. Prima volkje, niet heel groot, maar ja, zo groot als dat ze zelf zijn willen. Ze hebben ook geen broed meer, dus dit is uitstekend. Goede bezetting met bijen. Ik ga niet verder kijken, ik geloof het wel. Ja, ik wil nog even kijken naar het voer, dus ik wil wel verder kijken. Nou, die is redelijk gevuld. Deze redelijk gevuld, een donker raam, maar je neemt de bezetting met bijen al af. Maar geen volle ramen met voer, dus deze krijgen ook nog een slok van me. En deze is leeg, die haal ik eruit. Zie je, ook weer zo'n geel raam. Fijn dat ze die nog hebben uitgebouwd. Die kunnen volgend jaar uitstekend gebruiken. Maar in de winter hebben ze er helemaal niks aan. Zo. Deze zet ik ook gelijk krapper. 1, 2, 3, 4. Of krapper. Deze geef ik ook gelijk een warmere kamer. Als hier die trosvorming ontstaat, dan kunnen ze dat tussen die twee warme geïsoleerde kantramen prima warm houden. Nou, ik haal even een koningin. Dit is ze, de B17 aangepaard op Baltrum. B17 is een lijn die ik aan het testen ben. Het is een oude lijn van het bevruchtingsstation Cardewel. Ik kijk even of ze er echt in zit. Ja, dat zit ze. Het sluitingje is eraf, dat check ik altijd twee keer. Het is niet de eerste keer dat ik dat zou vergeten. En dan moet je weer terug, want ergens op de dag denk ik er dan aan. Typisch genoeg. Dan moet je weer terug. Ik heb ook wel eens zo'n koninginnetje geplaatst en pas 3 weken later ontdekt dat ze... dat ik het koortje niet open had gedaan. En die leefde prima. Dus dat was overigens wel een onbevruchte koningin van een echt een moerloos volk. Die heb ik vervolgens losgelaten en die is gewoon nog bevrucht geraakt. Dus ja, niet te snel panieken als iets misgaat. Bijen zijn heel flexibel. Dus dan de tweede, die gaan we nog even voeren. Ah, geen voerbak hier. Aha. Gebruik even een voerbak dadelijk van een andere kast en dan voer ik die nog even. Dan gaan we naar de volgende. Zo, ik heb nog geen rook gebruikt. Dan zie je dat het eigenlijk een heel rustig volk is. Het is ook echt ook een leeg raam trouwens. Ja, een geel raam. Kijk, en dan een donker raam. Die is weer helemaal zwaar. En ook zwaar met bijen. Goede bezetting. Kijk, deze hebben iets meer bovenbouw. Daar heb ik hier ook een strip in gehad, dus boven zo'n strip bouwen ze altijd nog even weer uit. Dat propoliseren ze dan. Maar dit is nog geen varroa-resistente lijn, dus... Kijk, kunnen jullie het zien? Ja. Geen varroa-resistente lijn, dus die moet ik echt behandelen, anders gaan ze hartstikke dood. Redelijk zwaar. Gelijk op de goede plek. Of ik sta niet terug te hangen.
Daar loopt de koningin. Dood en weg. Ook een redelijk zwaar raam. Die hebben heel typisch veel aan de achterkant zitten. En aan de voorkant dan het virtuele broednest. Want broed is er bijna niet meer. Of niet meer. Ik heb het nog niet gezien. Nee, ook hier geen broed. En ook hier alles voer. Tot zo. En dan hier is het leeg. Dus dat noemen we dan het virtuele broednest. Dat is waar je in de winter het broednest weer gaat ontstaan. Daar zitten de bijen ook graag om te overwinteren. Ja, ook een redelijk zwaar raam. Die hebben dus geen hele volle ramen, maar allemaal ramen met een kilo of twee. Ook weer een kilo of twee. En dan hebben we weer een geel raam. Die ze keurig hebben uitgebouwd, maar helemaal leeg. Bijen willen niet overwinteren op gele raad. Bijen willen donkere raad. Donkere raad is goede raad. Donkere raad is volledig gepropoliseerd, zit vol met fenolen die ontstaan door de huidjes van de larven die zich hebben ingesponnen. Die zijn verpopt, die huidjes die blijven achter. En daar ontstaan fenolen en allerlei oxidatieprocessen die juist voor hygiëne zorgen. Dus donkere raads en hygiëne, schone raads zijn. Zo, 2, 4, 6, 7 ramen krijgen ze. Mooi tegen elkaar aan. Zit goed compact. Ik haal een koningin en dan krijgen ze nog een slokje voer. Koningin 310, die heeft een nummertje op de rug. 310, is een P-moer. Geen idee wat het is. Ik denk de VSH-lijn van vorig jaar, de 2315, een van de VSH-lijnen van vorig jaar, keer aangepaard op Baltrum. Ik heb het clipje eruit. Check, check, double check. Zo. En ik krijg nog een laatste slokje voer. En dan is deze ook weer klaar. Gelijk de administratie bijwerken. Hier gaan we de koningin vervangen. Hier zit een P-moer in. Mocht dat nog de oorspronkelijke P-moer zijn, dan denk ik dat ik haar nog even bewaar en in een mini-plusje doe. Dan kan ik die nog weggeven aan iemand. Ik heb er zelf geen belang meer bij. Die lijnen zijn allemaal in gebruik. Die heb ik al van nageteeld. Ik heb gewoon veel te veel, dus ik moet echt strenger zijn. Ik kan niet al die verschillende lijnen en de lijnen daarvoor, de hoofdlijnen, zeg maar, de P0's. Of de P-moeren heet het dan. De F0's, dat is maar net hoe je dat noemt. Dat is allemaal relatief. Ook een aangepaarde moer. Een aangepaarde moer op een bevruchtingsstation, dat is een F1 van de moeder. Maar die noemen dan weer een P-moer. Alsof je elk jaar helemaal opnieuw begint. Dat is natuurlijk eigenlijk gek. Dat is gewoon een F1 van die lijn. Ook helemaal uit de broed. Ik zie eigenlijk geen volken meer die nog veel broed hebben. Een enkel volkje heeft nog een beetje broed, maar de meeste volken zijn helemaal uit de broed. Al weken. Wordt dan soms gesuggereerd alsof buckfast maar doorbroedt en doorbroedt. Nee, dat is niet zo. Als er geen stuifmeel meer binnenkomt, stopt de buckfast alleen iets minder snel. Die gaat misschien nog een week of twee weken langer door, misschien 3 weken. Maar dat is het ook. Nou, nog niet gevonden. Waar is ze? Wat?
durf ik al wel met zekerheid te zeggen, gereden zekerheid te zeggen, dat de oorspronkelijke moer er al niet meer is. Die hebben ze al vervangen. Die was ook 3 jaar oud. Tja. Je zou haast denken, er is geen moer, maar dat is natuurlijk een flauwekul. Je ziet hoe het volk zich gedraagt. Die zijn duidelijk in bezit van de koningin. Maar ze laat zich niet zien. In ieder geval zie ik haar niet. Dan is het wat het is en dan laat ik haar. Mogen ze zo de winter in, ze hebben voer genoeg. En we hebben hier aan de zijkant een zo goed als leeg raam. Maar hij is niet leeg, dus ik laat hem erin. Even aanschuiven. Zo. Ik weet niet waar de koningin zit, dus ik pas hem nog niet aan. Dat doe ik dan. Zo, beetje allemaal naar beneden. Folietje erop. Hier komt nog een extra folie bij op, maar dat doe ik als ik de winteraanpassing doe. Dat is voornamelijk van belang voor het voorjaar, dat ze dan lekker warm zitten. Dat ze dan het broednest wat ze dan gaan aanleggen, met weinig bijen veel broed aanleggen. Hè. Dat kennen we van het voorjaar. Dat ze daar dan goed in ondersteund worden. Dus ik ga ervan uit dat dit de F1 is van koningin 6. Die zat erin, maar die koningin zie ik niet meer. F1 van koningin 6. En niet gevonden. Ook geen probleem.